Welkom in Nepal, het geboorteland van Boeddha. We beginnen onze reis in de hoofdstad Kathmandu. De stad staat bekend om zijn vele boeddhistische en hindoeïstische tempels en paleizen. Eén daarvan is de Buddhanath Stupa, een van de grootste stupa's ter wereld. Door de aanwezigheid van de vele Tibetaanse boeddhistische monniken wordt deze wijk in Kathmandu ook niet voor niets Little Tibet genoemd. Van de Buddhanath Stupa vervolgen we onze tocht naar de koningsstad Bhaktapur, net buiten Kathmandu. In dit openluchtmuseum zijn enkele indrukwekkende voorbeelden van de architectuur en kunst van de Newa, een inheemse bevolking uit de Kathmandu-vallei te vinden. Terug in Kathmandu maken we kennis met de hindoeïstische cultuur bij de Pashupatinath-tempel, waar dagelijks vele hindoe's zich laten cremeren om de reïncarnatiecyclus te stoppen. Hier vinden we vele sadhus, de heilige mannen uit het hindoeïsme, welke hun leven volledig toegewijd hebben aan het behalen van spirituele bevrijding door meditatie. Aan de andere kant van de stad vinden we de Swayambhunath-tempel, een van de heiligste locaties binnen het boeddhistische geloof. Op deze stupa zijn de ogen en wenkbrauwen van Boeddha geschilderd, welke staan voor wijsheid en mededogen. Probeer je geluk en gooi een muntje in de gouden pot in het midden van de vijver van vrede. Lukt het? Dan heb je eeuwig goed geluk. Een van de leukste wijken van Kathmandu is het beroemde Durbarplein. Kriskras door de wijk liggen talloze tempels en paleizen. We wandelen hier door de charmante straatjes, aanschouwen de prachtige bouwstijlen en ontmoeten de vriendelijke Nepalese bevolking. Zie hier bijvoorbeeld ook hoe de potten die we overal terugzien worden gemaakt. Niet te missen is natuurlijk een uitleg over hoe de traditionele schilderijen en kunstwerken worden gemaakt. Vanuit Kathmandu vertrekken we naar het nationale park Chitwan. In Chitwan maken we een kanotocht over de rivier op zoek naar krokodillen. Maar Chitwan staat bekend om meer dan enkel krokodillen. Per jeep verkennen we dit prachtige natuurgebied en spotten we diverse wilde dieren. Bijzonder in dit gebied zijn de vele zwarte beren die hier leven.
'Smiddags maken we een wandeltocht in de hoop de Indische neushoorns te zien. In de nabije omgeving van Chitwan maken we echt kennis met de lokale bevolking en trekken we in een ossenkar door de stad richting het platteland. We krijgen hier uitleg over de planten en groenten die hier groeien en zien hoe men hier leeft. Onze laatste halte in het land van de goden en bergen is Pokhara, grenzend aan de hoogste bergtoppen ter wereld. Maar voordat we hier aankomen, stoppen we bij de geboorteplaats van Boeddha, Lumbini. Logischerwijs is dit een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen voor boeddhisten. We vinden hierdoor in Lumbini vele verschillende boeddhistische elementen uit verschillende landen. Zo hangen er Tibetaanse gebedsvlaggen en Koreaans-boeddhistische lampionnen rondom de heilige Bodhiboom. We vervolgen onze reis via een slingerweg naar Pokhara. Idyllisch gelegen aan het kristalheldere Pewameer, waar we door middel van een paddleboot de hindoeïstische Talbarahi-tempel bezoeken. Pokhara is na Kathmandu de meest populaire bestemming voor toeristen. Deels door het prachtige meer, maar voornamelijk door de omliggende bergen. Logischerwijs is de stad het startpunt van vele beroemde trektochten. We bezoeken in Pokhara een Tibetaans vluchtelingenkamp. En bewonderen hier de mooie kleden en levenswijze van de monniken.
De volgende ochtend moeten we vroeg uit de veren voor de zonsopkomst en de overweldigende vergezichten van de Himalaya's. Nadat de zon volledig op is, wandelen we via een prachtige route langs authentieke dorpjes richting Pokhara. Fascinerende steden, adembenemende landschappen en magnifieke bouwwerken die zich perfect lenen voor een bijzonder breed aanbod aan verschillende excursies. Wij kennen Nepal als geen ander en nemen je er graag mee naartoe. Onze reisleiders, lokale gidsen en chauffeurs zijn professioneel, enthousiast en altijd betrokken. Ze zullen er alles aan doen om jouw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen en je zoveel mogelijk te ontzorgen. De unieke ligging, de sfeer, het serviceniveau, de kwaliteit of de stijl van de accommodatie speelt altijd mee in onze selectie. En we komen meerdere keren per jaar terug om de accommodaties persoonlijk te controleren op service en kwaliteit. We besteden veel zorg en aandacht aan het samenstellen van onze reizen, zodat jij een onvergetelijke tijd zal hebben. We hopen je snel te verwelkomen op deze prachtige bestemming.